Zo. Deze duurt lang, hè? Ja, ik zeg gewoon bluf. Ga mee, zei ik nat, jong. Doei doei. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Good Life. Het is prachtig weer en ik dacht, joh, laat ik weer eens een keertje weggaan met de kinderen. Dus die heb ik even opgehaald en we gaan vandaag weer even lekker naar een pretparkje, wat dan ook. Ik heb nog steeds ontzettende last van mijn rug. De laatste video ging er natuurlijk over. Ik heb flink wat tramadol op. Daar lukt het wel mee, moet ik zeggen. Ik ben ook bij de dokter geweest. Schijnbaar heb ik een scheve ruggenwervel. Dus die loopt zo. En dat veroorzaakt de pijn. Met tramadol is dat op te lossen, maar ik moet ook nog naar de fysiotherapie. Nu heeft mijn huisarts voor 12 dagen tramadol uitgeschreven. Ja, en dat schiet natuurlijk niet op. Dus meteen even een oproepje aan jullie. Heeft er iemand nog tramadol over? Zo ja, neem even contact met me op, zodat ik even iets meer pillen tramadol heb. Want de dokter wil het niet meer uitschrijven. Heb ik nog oxycodon? Dat is nog een zwaardere pijnstiller. Maar dan ga je helemaal van elkaar. Toch, dat wil ik liefst nog even ontwijken. Maar als je nog wat pillen over hebt van de tramadol, wat je niet meer gebruikt, laat het even weten. Dank jullie daarvoor. We gaan instappen en we gaan richting het pretpark. Spelletje. Een beetje zoals met die bowlingballetjes op de kermis. Oh, dat is hard. Hij moet voorbij het groen, zolang hij niet voorbij het groen is, dan krijg je niet. Hey. Kijk, oh, tickets. Ga die kinderen aan de kinderen geven, dat is echt een ticket. Ben je ook weer blij. Zo. Ja, dat gaat hij al. Kijk. En dan gaat hij kapot. Ja, dan blaas je mijn enkel op. Bam. Kijk hem staan dan. Bam. Nou, is hij kapot. Hij blijft maar geven. Jackpot, daar slaat gewoon op tilt jongens. Wow! Je hebt gewonnen! Een soort flipperspel. Je hebt veel punten gehaald, scoort in mij. Oh ja, een hele rit. Ja, bijna. Bijna, joh. En weer een euro op. En nog meer punten, als jullie nog niet genoeg punten hadden. Hoi. Ja, druk maar op de knop, 65 punten. Pak maar, heb je een kauwhompje? Hoe gaat het punt erbij? Nou, die zijn niet gratis. Oh, 64, stel maar één puntje tussen jullie twee. Ja, oké. Hier, een mooie ketting voor je, Jaden. Mooie ketting, mooie meisjesketting. Ik kan een pitje vinden. Ja, wil je dat? Huizen pellen. Raad, ga jij vooraf? Stop!
inroepen. En een applausje voor jullie zelf. We gaan eens even naar de postbode in het theater. Zwaaien, kom op. Postbode, postbode, heb je wat voor mij? Heel goed, dan gaat je op. Dan zullen we pas ook, doe ze allemaal niet. Zwaaien, bellen, bellen, toe. Meneer, niet zo boos kijken. Ja, we doen net wat we het leuk vinden. 3, 2, 1, cheese! Heel als een jaar. Ja, heel jaar. We zitten alweer in de auto op weg naar het volgende avontuur. We zijn eigenlijk op weg naar huis, maar ik zag dat er onderweg kermis was. Dus daar rijden we ook nog even langs. Je kan een kanon afvuren hier op deze kermis. Helemaal niks te doen hier al. Wacht even, was die weer vervelend? Ja? Ik zeg bluff hoor, Stan. Ik zeg gewoon bluff. Ik zeg gewoon bluff. Als je kanon hebt, moet je even naar de kant toe. Nu werken! Oh shit! Ik wil niet! Ja, vol! Ja, ligt hij er nou eindelijk in? Daar gaat hij! Daar ben je, zei ik nat, jong! Ja, ja! Zo! Mooi, veel plezier, hè? Nou, veel plezier, hè? Afgesloten. Oké, jongens, we gaan erin. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Sir. Ja, goed zo. Zo. Heb ik weer. Ben ik die attractie achter aan het filmen. Ik zeg tegen Jaden en Jason, ga er maar een keertje in. Jason zit erin. Maar Jaden, die ben ik kwijt. Dan ga maar eens zoeken waar een mannetje is. Oh, kijk. Waar was jij? Ja, ik was je weer kwijt, hè. En hoe kom je daar nou weer aan? Hoezo heb je dat van fans gekregen? Onze fans zijn. Maar zou je voor het even melden als je ergens naartoe gaat? Want dadelijk rij ik weg zonder jou, rij ik naar huis. Blijf je achter op de kermis en dan? Moet altijd wel vermelden waar je bent, hè? Gelukkig niet zo druk. Wat is dat voor een poppetje wat je gekregen hebt? Wie is dat? Kissimissi. Wie is dat dan? Kissimissi. Ja, maar wie is dat? Kissimissi. Ja, wie is dat? Poppy Playtime karakter uit. Poppy Playtime. Playtime? Poppy Playtime is een spelletje. Een horror game. Een horror game. Ik heb een horrorpop rond. Het is helaas heel rustig, dus we gaan maar weer naar huis. Er is niet zoveel te beleven hier. Goed, Jaden. Doei, doei. Hallo. Wou je toch nog mee? Ja, wou je toch nog mee? Ja. Oké, okay, vooruit dan. Vervelend mannetje beter. Dan. Vond je het leuk vandaag met papa? Ja. Nou, heb ik nog een liedje voor het slapen gaan. En wat deze lieve kinderen gaan vandaag afscheid nemen. Ik ga ze even op bed leggen. Jullie gaan je tanden poetsen. En na het tanden poetsen, wie gaat er bij papa? Nee, jij was niet aan de beurt. Jaden, kom bij papa liggen en dan ga jij beneden of boven? Beneden. Oké, dan ga jij beneden. Nou, tanden poetsen en dan ga ik jullie daar naar bed brengen. Mochten jullie denken bij het zien van deze beelden, wat een band is er bij jouw koets. Ja, dat klopt.
Dus heb je er last van? Je bent bij deze uitgenodigd om het op te ruimen. Zal maar gelukkig met tandjes poetsen. Welterusten. Welterusten. Tot morgen, hè? Dan gaan we morgen weer een nieuw avontuur beleven. Morgen gaan we weer naar een ander pretpark. Heb je je tanden gepoetst? Ja. Waar dan? Ja. Ah, ziet er slecht uit, hoor. Nee, natuurlijk niet. Want dit zijn mijn achtertanden. Ah, goed zo. Ga je daarmee slapen met dat ding? Ja. Ik vind het maar een eng ding. Nou ja, welterusten. Slaap lekker. De jongens liggen inmiddels te slapen. Ik was even aan het kijken naar de reacties van de laatste video. Ik probeer dat zoveel mogelijk bij te houden. Maar dat lukt niet altijd. Er zijn zoveel reacties. En als ik natuurlijk een dag weg ben, ja, zoals vandaag, ja, dan ga je niet de hele dag op het internet kijken wie wat allemaal zegt. Ik probeer een beetje de excessen eruit te halen. Met name dan de haters en de pesters, zeg maar. Met die belachelijke opmerkingen die ze soms plaatsen. Maar daar hebben wij niet alleen last van. Als Koetluif zijn of Extremewijs heb ik dat ook. Maar ook andere kanalen, grote populaire kanalen, die hebben dat ook. Iedereen heeft haters. Weet je, dat is gewoon de huidige maatschappij. Ik probeer daar mijn kinderen ook wel een beetje mee om te laten gaan, omdat je online maar alles kan zeggen zonder dat je daarop aangekeken wordt. Ik bedoel, wat ze online soms schrijven, ja, dan moet je dan eens voorstellen dat je ergens door een winkelstraat heen loopt en dat er iemand naar je toe komt. Je bent een dik vet varken. Ja, dat doen er natuurlijk maar weinig, omdat ja, iedereen weet dat alle fatsoensnormen voorbij gaat. Nou, je voelt al een beetje aan waar we naartoe gaan. De laatste video was heel veel commentaar op Jenel op zijn overgewicht. Ik heb het geloof ik al eens een keer behandeld in een video. Ik heb het al eens een keer aan jullie verteld. Maar ik ga ervan uit dat het of nieuwe kijkers zijn, of kijkers zijn die een langere tijd niet gekeken en terug zijn en dan weer opnieuw kijken en dan denken, goh, Jaden is aangekomen. Nou ben ik niet de moeilijkste, hè, voor mezelf ook niet. Ik ben dik, klaar. We kunnen heel moeilijk gaan doen en eromheen gaan draaien van ja, die flinke meneer daar of die daar, die meneer met heel veel overgewicht. Ja, gewoon dik, klaar, weet je. Het woord is wat negatief beladen, maar ja, het is gewoon een feitstelling. Het wordt anders als je inderdaad zegt van joh, kijk die dikzak daar. Dat is dus iemand uitschelden, dat is iets heel anders, weet je. Als je zegt ja, Koet is dik, ja, nou ja, feit. En misschien andere dikke mensen die zeggen ja, maar dik vind ik eigenlijk ook niet. Niet prettig om te horen. Ik zou liever flink genoemd worden. Ja, dat kan dus ieder voor zich, weet je. Ik heb daar niet zo moeite mee, want dik is in principe geen scheldwoord. Dikke zeugen, dik varken, weet je, dat zijn allemaal wel scheldwoorden, maar dan voeg je al een dier ertoe. Nou goed, maakt allemaal niet uit. Het ging naar mij om dat eigenlijk heel veel op het Jaden gereageerd wat hij zo dik was. In de laatste video had ik het geloof ik al een keertje uitgelegd dat Jaden ja, in die rolstoel zit, heel veel. En dat hij daardoor ja, weinig tot aan beweging komt, dus ja, niet veel afvalt. En dan zijn de reacties tussen het legt aan de opvoeding en kijk maar naar die moeder en naar die vader. Maar dat heeft er allemaal niets mee te maken. Want als dat inderdaad zo was geweest dat ik en Melani dan dik zouden zijn, daardoor de kinderen dik zouden zijn, dan zouden Jason en Jalisha ook dik zijn. En die zijn niet dik. En het is puur gewoon vanwege het feit dat die twee gewoon wel kunnen bewegen. We gaan naar het zwembad. Hun lopen 100 keer de glijbaan op. Jaden loopt hem 2 keer, 3 keer met een beetje geluk. En dan is meneer gewoon moe, omdat die benen gewoon ja, anders staan. We hebben gelukkig wel die operatie achter de rug die goed gegaan is. Ik heb het idee dat het wel beter gaat met hem. Maar ja, het blijft natuurlijk wel altijd wat zwaarder voor hem, het bewegen in het algemeen. Dus hij is gewoon sneller moe, beweegt minder. Krijgt wel dezelfde voeling als de andere 2 kinderen. Hij komt er gewoon meer door aan. Laatste keer ook over gehad, ik vind dat een moeilijk stuk. Want dan ga je bijvoorbeeld, haal allemaal eens een keer een patatje. Moet je dan tegen Jalisha en Jason zeggen, joh, pak maar een grote friet met flink van mayonaise en flink van ketchup. En tegen Jaden, doe jij maar gewoon een broodje kaas. Dat kun je ook niet doen. Als het zometeen echt te extreem wordt, dan zullen we wel moeten. Maar dan moeten we aan de andere 2 vragen, van joh, willen jullie dan geen patatje nemen? Dan eten we allemaal een boterham met kaas. Ja, het zijn ook wel gewoon kinderen. Het is wel gewoon een jeugd. En we hebben allemaal maar 1 jeugd. En zolang het dus zeg maar niet levensbedreigend is of iets, vind ik het eigenlijk wel goed. Want dat heb ik zelf ook. Ik ben zelf ook ja, te dik. En ik heb daar geen moeite mee. Dat andere mensen er moeite mee hebben. Ja, weet je, die kunnen me dikke reet likken. Dat maakt me helemaal niks uit. Ik heb met die andere mensen niks te maken. Ik leef voor mezelf. En zo sta ik er in het algemeen in, zoals jullie weten. Want ja, met die pretparken, die kermis en die zwembaden, krijg ik sowieso commentaar van, joh, gedraag je naar je leeftijd? Hoezo gedraag ik me naar mijn leeftijd? Voor wie dan? Voor jou dan? Hoezo dan? Wie ben jij dan? Wie ben jij voor mij om te bepalen wat ik moet gaan doen op een dag en wat ik moet laten op een dag? Daar heb ik jou toch zeker niet voor nodig, wel dan? Dus ja, maar ik wilde wel even vragen aan de vaste kijkers. Want ik probeer zoveel mogelijk dus reacties weg te halen. Met zeker de reactie die gewoon uitschelden is. Als iemand dan zegt, joh, waarom heeft Jane een overgewicht? Dat is dan bij deze beantwoord. Maar je hebt altijd nieuwe kijkers of kijkers die terugkomen. En ik ga niet iedere keer reageren op die mensen. Dus de vaste fans, die mogen dat
wat mij betreft wel gewoon een keer in de comment sectie uitleggen hoor. Want ik zag toevallig dat één iemand dat gedaan had bij een paar mensen. En dat moet ik zeggen, dat vond ik eerlijk gezegd wel fijn. Want ja, zoals jullie weten, ik sta al jarenlang dicht bij mijn fans. Ik probeer altijd zoveel mogelijk op iedereen te reageren. Maar ik kan niet de hele dag alleen maar online kijken wie er gereageerd heeft. Van het begin af aan vond YouTube altijd een leuk medium. Met name dat je kan communiceren met je fans. Altijd wel gezegd, met Cool Life heb ik dan natuurlijk minder dan met Extrema's en het vuurwerk. Omdat je dan samen een band hebt. Die jongens die al dat vuurwerk afsteken, die vinden hetzelfde leuk als ik. Dan kun je uren praten over een rotje. Ja, Cool Life is dat gewoon minder. Want dan is van, ja, je hebt leuke kinderen. Ja, oké, weet je. En dan, ik heb die en die video's gezien. Ja, dan ben je vrij snel door je gesprekstof heen. En dan denk je, ja. Ik wil dan toch nog even één keer goed uitleggen. Ik zou de titel ook maken naar dit onderwerp. Zodat mensen ook makkelijker kunnen vinden. Want ze vragen ook wel eens vaker, ja, wat heeft Jaden dan? En dat heb ik jaren geleden een keer uitgelegd in een video. Dat doe ik dan één keertje. En dat is het dan, weet je. Want we kunnen er niet omheen. Jaden is gewoon anders. Hij zit in een rolstoel. Dat valt gewoon op. Weet je, al zou je geen YouTuber zijn, niet bekend zijn. Je loopt door een winkelstraat heen. Dan kijken alle mensen hierna van, ach joh, dat jongetje zit in de rolstoel. Of kijk dan, weet je, dat is eenmaal zo. Je bent gewoon anders dan de rest. En dat trekt gewoon bekijks. Dat is gewoon een feitstelling. En dat, ja, Jaden merkt dat nu dus zeg maar ook. Die wordt ook ouder. En het besef komt er meer. En dat zijn niet altijd leuke opmerkingen. Ik heb taxi gereden, zoals jullie weten. Jarenlang rolstoelers gereden. Dus mensen in de rolstoel noemen we gewoon rolstoelers. Ik werd een keertje naar de markt gestuurd. Dat is hier in Sittard Sint-Joep. Is dan een hele grote warenmarkt. En dan kwam er serieus, was 11 uur 's morgens, kwamen een man en een vrouw met een rolstoel. Die kwamen terug de taxi in. En die waren ze aan beklagen. En terecht aan beklagen. Maar die zeiden dus tegen mij van, joh, ja, we zijn maar weggegaan. Want mensen die hadden last van ons. Want dan was het zo druk. En dan, ja, ben je daar met een rolstoel tussen. Tussen al die mensen, allemaal mensen om je. Ja, wat doe je dan met een rolstoel? Als het zo druk is. Blijf dan thuis. Ja, dat soort opmerkingen krijg je ook. Mensen kunnen gewoon heel erg grof en egoïstisch zijn. Ook bijvoorbeeld dan in een pretpark hebben wij zelf ook wel vaker meegemaakt. Dan mag je via de uitgang mag je naar binnen. En is van, ja, wij moeten wachten. Zat ik maar in de rolstoel? Nou, vaker zeg ik dan wel, joh, ik wil je er even in helpen de rest van je leven. Dan praat je wel anders. Of dan inderdaad Jaden, dan gaat hij via de uitgang de attractie in. Ik kan me enigszins wel een beetje voorstellen. Vervolgens gaat hij eruit en dan loopt hij uit zijn rolstoel. Ja, dat ziet er een beetje vreemd uit. Maar goed, ik ben niet verplicht om aan iedereen te gaan zitten uitleggen wat mijn zoontje heeft. Hé, kom nou. Ik ga van hen toch ook niet het hele medisch dossier bespreken. Laten we wel zijn, joh. Dus ja, wij overleggen dan met een park. Nou, dan krijgen we dan voorrang of niet. Ligt aan het park wel beleid en dan mag je voor of niet. Maar er zijn altijd mensen in een wachtrij. Die lopen te piepen, moet maar eens een keer opletten. Want er zijn altijd andere mensen met een handicap of iets die dan voorgaan. Zeker mensen die autistisch zijn. Heb je een autipas, mag je ook voor in een pretpark, omdat die niet tegen drukke ruimtes kunnen. In de wachtrij, ja, die lopen gewoon. Je ziet aan de buitenkant niet dat ze iets mankeren. En dan is van, ja, waarom mogen die voor, weet je? Ja, mensen zijn soms gewoon heel, heel grof, heel raar, heel bot. Maar goed, dat is de huidige tijd. Krijg ook wel eens, waarom zet je kinderen op het internet? Hè? Waarom bescherm je kinderen daar dan niet tegen? Omdat ik denk dat het geen bescherming is. Ik heb zelf ook op speciaal onderwijs gezeten. Ik heb een taalspraakprobleem, dat hoor je af en toe ook wel eens nog steeds. Hè? Ik kom moeilijk uit mijn woorden soms. Maar het heeft me nooit weerhouden om mijn passie te volgen. Video's maken over kermissen, pretparken. En later ook mijn kinderen, mijn gezin. Want ik ben gewoon trots op die kinderen. En dat is elk ouder op zijn kind. En dan kun je die kinderen wel zeg maar en weghouden van de grote boze wereld. Maar op een dag moeten ze daar toch naartoe. En dan komt het later dat je dan slechte opmerkingen over je heen krijgt. Want die heb ik ook gehad. En zelfs zonder dat ik online actief was in mijn puberteit, wat ik net zei, speciaal onderwijs gezeten, werd vroeger ook gewoon gepest. Ik kon daar best wel goed mee omgaan, moet ik zeggen. Het gaat hier erin en daar eruit. Kijk, ja, leuk is natuurlijk anders. Ik besteed er geen aandacht aan. Maar ja, het is ook niet zo dat ik huilend op bed ga liggen. Maar iemand anders gaat er weer anders mee om. Maar ik had ook wel een ventje tegenover zitten in die klas. Die zegt op een gegeven moment tegen mij, wat staat op je voorhoofd? Meepijtje petto. Ja, daar moest ik ook wel zelf om lachen. Dus af en toe was het ook wel grappig. Maar het is gewoon, de herhaling is gewoon irritant. En ik heb één keer de grens moeten trekken met die pesterijen. Kijk, in mij is altijd geleerd, schelden doet geen pijn. En op een gegeven moment was er een jongen. En dan was ik aan het schrijven aan de bank. In een schoolbank. En die spuugde me op mijn rug. Ja, toen ben ik opgestaan. Ik die stoel gepakt. Die stoel tegen zijn kop aangeslagen. En ik weet nog wel dat die juffrouw heel erg geschokt was. Want dat had ze niet achter mij verwacht. Ik zeg, nou, je bent er toch zelf bij. Ik zeg, je hoort het toch de hele dag. Ik zeg, en weet je dat tot daar aan toe, ik zeg maar, niet aan me komen. Ja, dat is de grens. Weet je, en dat heeft die jongen geweten. En ik was het ook niet eens met een schorsing. Ik heb daar nog wel een probleem van ze maken ook, joh. Want ik heb nog gegooid op veiligheid.
Jullie horen mijn veiligheid te garanderen als school, dat doen jullie niet. En dat doet me mijn kinderen ook, jongens, schelden, weet je, laat gaan, reageer er niet op, negeren, gewoon je eigen ding doen. En dat hebben we ook wel meegemaakt in pretparken en speeltuinen, dat dan sommige kinderen, ja, Cool Life dan niet leuk vinden en dan gaan ze een beetje irriteren en jennen. En dan focus je gewoon op de kinderen die je wel leuk vinden, die jij ook leuk vindt, waar je lekker mee kan spelen. En laat die andere kinderen gaan. Behalve als ze aan je komen, dan moet je naar mij toe komen. Dan nok ik dat wel even af. Dat is geen enkel probleem. Maar goed, ik denk dat het verhaal wel een beetje duidelijk is. Je moet gewoon een dikke huid krijgen. Hoewel, je moet je natuurlijk niet alles laten zeggen. Maar ja, weet je, zodra je dus gaat slaan, dan geef je toe. En dat is juist wat ze willen. Zeker in de positie waar wij dan in staan als bekende personen. Als Jason eens een keer uitflipt tegenover iemand die hem aan het treiteren is. En die geeft een klap voor zijn bek. Dan gaat Jason rond van kijk, hij geeft een klap. Die jongen doet niks. Want dat hij stiekem zit te knijpen, stiekem klootzak zit te zeggen of wat dan ook. Ja, dat zie je dan niet. En zo wordt het ook op het internet gezet. De hele context is dan weg. Maar je staat er wel, ja, mooi op, zeg maar. Op dumpen en al die roddelsaitjes en zo waar we vaak op gestaan hebben, ja. Maar goed, dat is iets wat de kinderen moet leren. Maar dat geldt voor iedereen. Want wij hebben dan gekozen om onszelf op het internet te zetten. Maar als jij een fout maakt op straat, ergens je valt iets of je hebt ruzie, dat wordt direct gefilmd door allerlei mensen. Je staat zelf online. Je hebt eigenlijk geen keuze meer om niet online te komen. Dankzij sites zoals bijvoorbeeld Dumpert en al die andere soortgelijke websites, roddelpraat, dat soort dingen. Gewoon alles maar delen en online zetten. Dus dat is de reden waarom ik nu ook een beetje begin met die haatcomments te behandelen met ze en hoe ze naar mijn idee, hè, hoe ik erover denk, mee om moeten gaan. Het zijn natuurlijk alle drie eigen individuen. Ik weet niet hoe ze in de toekomst daarmee om zullen gaan. Het idee dat Jason daar het minste om geeft, die lijkt het meeste op mij. Die heeft gewoon echt overal schijt aan. Jaden boeit het ook minder, want die leeft gewoon wel lekker in zijn eigen wereld en die kan zich daar wel goed voor afsluiten. Die kan heel goed zeggen van, oh, jij zit met de pest of jij vindt me niet leuk. Nou, dan vind ik niet leuk dat je dat doet, maar ik ga daar naartoe. Ik ga met een ander kindje spelen. Celicia, daar maak ik me meeste zorgen over. Maar dat is ook een meisje. Ja, dan kijken al die vrouwen over mij. En meisjes zijn in de regel natuurlijk wat onzekerder dan jongens. In ieder geval, ik zal er altijd voor ze zijn en altijd steunen en helpen waar het moet. Hele lange video geworden zo. Toch bedankt voor het kijken. Maar dit is wat ik zei, ook net als die andere video. Eén keer uitgelegd wat dan Jaden precies heeft. Deze video leg ik aan hoe we erin staan en dan ga ik er verder ook gewoon niet meer over hebben. En iedereen die reageert namens mij, dan dankjewel voor het reageren. Ja, sommige mensen menen het wel oprecht van hoe kan Jaden nu overgewicht hebben. En anderen doen het een beetje cynisch of om te pesten of echt om te haten. Maar mensen die het echt oprecht afvragen, wil ik best gewoon een antwoord geven. Als mensen me aanspreken, ergens op straat, doen volwassen mensen, dan was ach, sta je naar wachtrij en dan willen ze gewoon een babbeltje maken. En dan is oh, dat is ook zielig voor me. Dan leg ik het ook gewoon uit, weet je. Het is verder ook helemaal geen schande iets of wat dan ook. De laatste video werd ook een beetje verkeerd opgevat door sommigen. Ik schaam me voor mijn zoon. En er was Jaden die dan eerder de attractie had ging, de kermisattractie. Maar dat was bedoeld, ja, dat ik een hele grote kermisfan met alle attracties leuk vind. En dan mijn zoon dan zegt na een halve rit, ik ga eruit terwijl hij de hele dag erin mag zitten. Dan die. Dat was gewoon sarcastisch bedoeld, maar niet iedereen vatte dat helemaal op. Maar dan ga ik het ook niet iedere keer zitten uitleggen aan mensen. Als je niet snapt, dan snap je niet, weet je. Ja, jammer dan. Niet mijn probleem. En mensen denken maar wat ze willen denken, weet je. Als ik me onder druk moet gaan zitten maken met al die mensen wat ze over me vinden, ja, dan ben ik echt dagen bezig. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken bij deze video. We zien elkaar de volgende keer weer. En hopelijk hebben we dan weer gewoon een leuk onderwerp. Dit is alweer het einde van deze vlog. Abonneer je nu op dit fantastische kanaal van Cool Life. Tot de volgende keer.